We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Bezoek aan het gemeentehuis, bijvoorbeeld voor het uittreksel van een bevolkingsregister. Of zeggen dat je gaat verhuizen of het aanvragen van een bouwvergunning. Nou ja, dat kan natuurlijk allemaal wel. Maar via internet is het natuurlijk een stuk handiger. Bovendien kan allerlei informatie makkelijker aan elkaar gekoppeld worden. Dat heeft een groot voordeel voor de burger. Want het aloude van het kastje naar de muurprobleem verdwijnt als sneeuw voor de zon. Tenminste, dat is het voornemen. Op het moment dat iemand belt en het is meneer Pietersen van die straat en die leeftijd, dan weet ze welke brieven die naar de gemeente heeft gestuurd, welke correspondentie er terug is geweest, wat het probleem is, wat de status is. Dat houdt dus in dat je niet meer krijgt van, oh, voor dit stukje moet u bij mij zijn en voor het volgende stukje moet u bij de buurvrouw zijn. Het systeem gaat functioneren in Veendam, Winschoten, Pekela, Scheemda, Reiderland, Bellingwedde en Menterwolde. Het is het gevolg van nieuw landelijk beleid waarbij gemeenten centraal komen te staan als het gaat om communicatie naar burgers. Houdt in dat iedereen met vragen aan de overheid, welke overheid dan ook, het waterschap, provincie, rijk, dat die dan altijd bij de gemeente naar binnen gaan, de communicatie. En daar moet je organisatie ook op aanpassen. Dus daarom hebben we aansluiting gezocht bij gemeenten die dat al ontwikkeld hebben, die er al mee bezig zijn. De bedoeling is dat het nieuwe systeem volgend jaar werkt. De reacties van inwoners zijn wisselend. Ik mag graag werken via internet dus. En dan hoef je, zoals het nu zo heet is, hier niet naartoe. Dat is wel jammer. Dan mis je weer een loopje een hoop sociale contacten onderweg. U vindt het contact aan de balie wel fijn? Als we dan trots is op het centrum, dan moeten ze ook zorgen dat er mensen komen. En moeten ze dus geen maatregelen meer de mensen weglaten. Het is toch een digitale wereld, dus dat gaat allemaal wat sneller, denk ik aan. Dus gemakkelijker. En minder warm? Ja, ik kom even van de fiets, dan krijg je dat.